Je moet behoorlijk snel en behendig zijn voor het bikepolo. Maar verder werkt het eigenlijk vrij eenvoudig. Je hebt teams van drie. En dan speel je 3-3. Dan gaat de bal in het midden. Is het 3-2-1 en op de bal af. En dan wie het eerste bij de 5 punten is. In het buitenland is het al heel populair. Maar in Nederland staat het bikepolo nog in de kinderschoenen. De organisatie is dan ook heel blij dat dit evenement in ons land wordt gehouden. Er doen hier 28 teams uit mee. Uit heel Europa, waaronder Engeland. Eén uit Japan ook, dus wereldwijd. België, Duitsland, Frankrijk en Nederland uiteraard. En die komen hier allemaal om polo te spelen. Wat is er nou zo leuk aan? Nou ja, ik vind fietsen wel leuk en eindfietsen is ook wel leuk en zo. Maar ja, als je sport kan combineren, een balsport kan combineren met fietsen, dat is toch weer iets heel anders. En wel een hele nieuwe ervaring, laten we zeggen. De stick die de spelers gebruiken wordt mallet genoemd. Chic woord dat wel bij polo hoort. Maar voor de rest is bikepolo iets waar eigenlijk iedereen aan mee kan doen. Als je gewoon een fiets hebt die een stootje mag hebben en wat gezond verstand, dan kan je gewoon het veld in, ja. Morgen en overmorgen wordt hier nog volop bikepolo gespeeld. Benieuwd hoe ver Nederland gaat komen.